We doorlopen dus momenteel een traject om de broodcultuur in Vlaanderen te laten erkennen als immaterieel erfgoed. En in dat traject gaan we samen met de broodcultuur nadenken over hoe we best ook gaan zorg dragen voor dit immaterieel erfgoed. Want zorg dragen voor immaterieel erfgoed is niet evident. Je kan het niet zoals een object in een museum plaatsen, je kan het niet zoals een gebouw gaan restaureren. Dus hoe doe je dat dan? Want je moet zorg dragen voor iets dat leeft en je dus niet ook zomaar onder een stolp kan plaatsen. Zorg dragen voor immaterieel erfgoed, dat noemen we borgen. Dat komt van het Engelse safeguarden, dat is daar een vertaling van. En betekent eigenlijk dat we gaan actie ondernemen. Dat we gaan zorgen dat het immaterieel erfgoed wordt doorgegeven uiteraard. Dat we het een toekomst geven en dat we ook openstaan voor vernieuwing. Bij immaterieel erfgoed betekent zorg dragen niet per se houden zoals het is vandaag en altijd zo houden. Maar net zorgen dat het de kans krijgt om te blijven voortbestaan, dat het mee kan evolueren met de tijd. En om dat te doen, gaan we samen met de erfgoedgemeenschap borgingsacties ondernemen. Heel vaak gebeuren die al onbewust en heel spontaan. Bijvoorbeeld het meester-leerlingstraject dat in 2019 gestart is en dat dit jaar is afgelopen. Daarin zijn 3 leerlingen aan de slag gegaan bij een meesterbakker, kregen ze het ambacht van het broodbakken onder de knie en hebben ze ook aan de slag gegaan met oude granen enzovoort. Dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van een borgingsactie die spontaan tot stand is gekomen. Maar in dit traject gaan we samen met de Broodcultuurraad actief nadenken van wat doen we eigenlijk al van borgingsacties en wat kunnen we in de toekomst nog doen om een mooi dossier te krijgen voor de Inventaris Vlaanderen.